Gisteravond werden de MIA's Music Industry Awards uitgereikt in Paleis 12. De winnaars van de avond waren Pomlien Thijs en Stromae, die elk 3 awards naar huis mochten nemen. Camille en Meteor volgden op de voet met 2 awards. Maar op sociale media zijn veel mensen nu misnoegd over de show. De Nederlandstalige muziek was gisteren de grote winnaar op de MIA's. Zo kaapte Pomlien Thijs, Camille en Meteor samen 7 awards weg en konden we ook veel Nederlandstalige artiesten aan het werk zien. Maar daar komt nu ook heel wat kritiek op. Veel kijkers vonden namelijk dat de show van de MIA's op een heruitzending leek van de Gouden Kaas. Blijkbaar had iemand de MIA's verward met de Gouden Kaas. Charlotte Adigéry en Bolis Pupuul speelden de rest moeiteloos naar huis in het enige opwindende moment van de avond. Schrijft en daar zijn veel andere kijkers het mee eens. Altijd en overal dezelfde kindermuziek, precies de Gouden Kaas, het was een ketnet gedoe van begin tot einde, een heruitzending van de Gouden Kaas, waarom altijd dezelfde naam? Camille, Pomlien Thijs, Meteor. Triestig, en, ik heb afgehaakt na een paar nominaties. Steeds dezelfde namen, klinkt het onder meer. Thank you.